We blijven bij het ministerie van Onderwijs, want de Bond Personeel Ministerie van Onderwijs, BPMO, heeft vanmorgen een bijzondere algemene ledenvergadering belegd. Ze gingen naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om zaken te bespreken die ze allang dwarszitten. Deze bijzondere ALV is meer bedoeld voor de hoofdafdeling Technische Diensten, waaronder de controleurs, bewakers en schoonmaakpersoneel vallen. Bondsvoorzitter Juno Sabayo zegt dat de bond nooit harde acties heeft gevoerd en legt uit waarom het bestuur vandaag een ALV organiseerde. We zijn vanaf 2017 bezig met een verzoek om een aanpassing van vervoerstoelagen voor de controleurs. Het is helemaal uitgewerkt, ingediend. En als ik het goed heb, vorig jaar mochten we van de directeur, mevrouw Benanon, begrijpen dat het is goedgekeurd in de Raad van Ministers, maar het is blijven steken bij Binnenlandse Zaken. Maar u begrijpt, nu is de olieprijs nu naar 20. En als we een overeenkomst hebben dat ik dacht in de 12 SRD of 10 SRD moet zijn van 2017 uit. Weet u wat dat is om dat te gaan financieren als kleine man? Om drie keren in een etmaal te rijden om te controleren. Het hangt van afstanden af. Maar desalniettemin hebben we altijd geprobeerd aan tafel zaken overeen te komen. De bondsvoorzitter vindt het ook erg dat ondanks de COVID-situatie er vanuit de leiding van het ministerie geen waardering is getoond naar het schoonmaakpersoneel. Hebt u ooit eens gehoord in die hele COVID-situatie dat wanneer de scholen zijn opgestart, dat de schoonmaaksters die als frontline workers op het ministerie dienen, want zij moesten de scholen ontsmetten, ze hadden bijna 20 regels bijgekregen op hun normale activiteiten om de scholen te reinigen, dat de besmettingen op de scholen minimaal bleven. Daarna, hoeveel scholen hebben ze ontdekt met COVID-situaties? Je kan ze tellen. Van de 500 zoveel scholen kan je gaan tellen. En nogthans heeft geen enkel lid, staflid van het ministerie, één schouderklop aan deze schoonmaaksters gegeven. De bond is vandaag ontvangen door de directeur van het ministerie, Natasha Benanon. Benanon geeft aan dat deze zaak op het bord van de regering ligt en dat ze geen toezeggingen kan doen. Er zijn wel afspraken gemaakt met de bond. De zon- en feestdagenpremie, die sinds 2020 niet is uitbetaald, wordt in de maanden maart en april uitbetaald. Verder zullen zaken anders worden aangepakt en zal de communicatie worden verbeterd. Sabayo zegt met een tevreden gevoel uit de bespreking te zijn gegaan. Op basis van de toezeggingen is er geen reden om de acties voor te zetten of te verscherpen.